In september zijn we gestart met onze 3 tot 6-jarige groep. We nemen u graag mee voor een kijkje in onze groep. Doen. En wat is dit? Maan. Heel goed. Boot. En wat is dit? Maan. Lip. Goed zo, je lip. En wat is dit? Nou, wij geloven in de groepssamenstelling van deze leeftijdsgroep. Een van de redenen is dat jonge kinderen zeer ontvankelijk zijn en leerbaar in de voorschoolse periode. Slapen. Naam. Heb je misschien al gehad? Kijk eens even. Deze lijkt ook zoveel op jouw naam. Zie je dat? Doe die maar eens even weg. Dit is Nadia. Ja. Goed zo. Wow. Goed zo. Nee, dat waren ook 3 dat stukjes. Goed, welke had jij? Kom maar. Een giraf. 2 keer. Kunnen jullie dat allemaal toch even zo op je been te tikken? Giraf! Wow. Door de samenwerking tussen 2 professionals kunnen we nog beter tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van onze kinderen. Carnaval, hè? Ja. Hé, en met de carnaval gaan we feesten. En gaan we in een polonaise lopen. Zullen wij eens kijken of wij dat ook kunnen? Een rijtje kunnen maken. Wil jij voorop, Zion? Ja, ga jij staan. Wil jij mijn hoed dan op? Ja? Mag jij gaan staan? Mag je gaan staan. En dan mag Vicky erachteraan. En ja, mag je vasthouden hier? Mee, en dan mag Ties erachteraan. En Owen erachteraan. En Mohamed, kom maar. En Mia was het toch? Ja, Mia, goed zo. Kom erbij. En wij gaan er ook nog even achteraan lopen, toch? Ik ga klappen, goed? Nou, en dan gaan we in een polonaise lopen. Een rondje om de kast heen. Doe maar, Sayen. Gaan we lopen. Sayen. Ik ga klappen. Polonaise. Ja. Wie is de laatste in de rij? Emma. Emma. Miriam, heel goed. Wie is de tweede in de rij? Marian.
samen voor een rijke speelleeromgeving met een betekenisvol aanbod. Leggen van een kraaltje, dan is de ander aan de beurt en je gaat elkaar steeds nadenken. Ja. Ja? Dus je gaat spiegelen, het is een spiegel. Okay. Jij mag beginnen, ja. Wij mag beginnen allemaal. Oké. Okay. Juist leuk dat je van elkaars kwaliteiten gebruik kan maken. Het leuke van mijzelf vind ik dat ik vanuit de peutergroep naar de klasse ben gegaan om daar ook mijn dans- en yoga-achtergrond uit te voeren met de kinderen. Zo proberen we nu elk thema een dans met de kinderen uit te voeren of een yogaspel. Vandaag hebben we dus toevallig carnaval gehad en we hebben met elke klas een circus uitgevoerd. De peuters doen hier aan mee, de kleuters ook en dit kan heel goed gecombineerd worden. Het is ook heel erg leuk dat we elkaar zien als collega's, merk ik echt, sinds ik hier op de school loop. Iedereen ziet elkaars kwaliteit en maakt er ook echt gebruik van samen. Nou, ik vind echt als je ziet vanaf september tot nu, hoe de kinderen zich ontwikkelen. De NT2 kinderen, daar zie je echt dat de taal vooruit gaat. Maar ik zie ook dat de kinderen veel meer met elkaar spelen. In het begin was het echt de peuters bij elkaar, de driejarigen. Maar nu helpen ze elkaar en het is gewoon heel leuk om te zien. En ik ben best trots dat het zo allemaal loopt. Het is eigenlijk als kleuterjuf zo dat je kinderen gedurende de hele dag eigenlijk al op hun niveau aanspreekt. Op verschillende niveaus en verschillende leeftijden. En dat doe je eigenlijk ook met de grote kring. En dan kijk je ook van welke vragen stel ik aan wie. En dan is het ook zo dat wij 's morgens tijdens de inloop, als de kinderen nog lekker aan het werk zijn, een klein groepje bij ons nemen. En daarmee doen we de kleine kring en dan spreken we ze aan op hun niveau. En dan doe je een reken- of een taalactiviteit. En verder hebben we groepsoverstijgend, dus uit verschillende klassen heb je op maandag heb je een mindgroepje. Dat is een groepje waarbij je kinderen met het creatieve denken, hè, op een hoger niveau aanspreekt. En we hebben één keer in de week een rekengroepje. En dan hebben we nog één keer in de week een taalgroepje.